Everybody, welcome to another episode of TVG TV. Of course, here we talk everything rugby, local Paul rugby. And every week we promise an exciting guest. So this week we zoning in a bit on Young Gardens. So this week was exciting. We had Paul rugby, we had Curry Cup rugby, we had Springbok rugby. But first, my co-host, Dean. Apollos, thank you. Then also just a special welcome to Garth Lewis. He's the second team coach at Young Gardens, and also has a few items on his CV in the rugby career. He played for the Emerging Box, he played for VP Dizers and also the Griekos, but he can tell us a bit more about Gardens. Garth, welcome. Thank you, Miles. Ja, ik zie Gardens is 71 years old. Ik kan nou die sommer gaan doen. Ja. Een van die oudste teams. Een van de oudste teams in de Perel, ja. Laatst was het 70ste. Het was zo'n goede jaar voor ons, wat ons wou gehad het. Maar ja, zoals je zei, ja. Elke jaar kom maar, zoals je ons vatten maar zoals je kom. En we zien elke jaar uit naar een nieuwe seizoen. Oké, hoe zeg je waar wat jouw rugby journey begin? Dat is nou... Honkie jaren terug. Kijk, hij is natuurlijk in die 80's en hij is 84, 85. Mijn pa heeft het voor Gardens gespeeld. Mijn onkel die wil het ook voor Gardens gespeeld. So, het was maar niet in ons bloed. Het was in mijn broers bloed. Dat was maar een voetsporen moest volgen. En tot op jullie dag, ik spijt voor die geleentheid met de gaten om Gardens trui om mijn kop te trekken. Want het was een groot eer voor mij. Het was maar niet. Voor mij is het altijd. Voor al die klassen die ik voor gespeeld heb. Of het nou eerste, tweede of derde span was. Het was altijd een voorrecht voor mij. Want ik weet die ouwens wat voor mij al gespeeld het. Het zo bij je zweet. Zo bij je bloed laat spatten. Het is maar niet een payback van mij af naar hulle toe. En ik dank je ook zeer voor alle sacrifices wat ik ook gemaakt heb. Voor een klap en voor die bets op hulle hart. Ja, ik zie 2004, wat is hij, 15 jaar geleden, Merging Box. 15 jaar. Hij is een schoolloopbaan. Dus ik nog op school. Nee, ik heb net klaargemaakt, Ja, ik heb in 2005, ik heb nog mijn laatste seizoen, nog 2004 voor Gardens gespeeld. En toen kreeg ik geleentheid om voor een club in de Noordkaap te gaan spelen, Universals. Dat is een van de oudste clubs in het land. Dat is al amper 100, ik denk dat is al 120 of 125 jaar oud. En ik heb toen kansen gekregen voor het geleente gekregen voor het te gaan spelen. En een paar wedstrijden gespeeld en ik was toen aangezien door die Griek wakkeerders. Zie ik Ali vastkoppen? Maar dat is goed in een vastkop, meneer. Dat je was geweest, ja. Die voeten en hij raakt zo ouder ze raken. Raak een klein beetje snelliger, een klein beetje snelliger. Maar zoals ik al zei, ik heb mijn kansen kruimhartig gespeeld. Raak gezien was die rekeerders enzovoorts, proefwedstrijden gespeeld enzovoorts. En dat is hoe ik Griek amateur begon. En na een paar wedstrijden daar gespeeld, maar ik denk ik erin zo bij jaar gespeeld, want ik denk als een tijdperk wat ik zeer gecreëerd en wat ik lang bij de actie was, niet te lang, ik denk was dat 4 wedstrijden wat ik bij de actie was, maar in die tijd heb ik word gekies in die sub-unie-span wat in die sub-unie-toernooi deelgenomen het, wat was in die Boland het gehost die tijd, zo was het in Club Mykonos gebleven, zo was het Santana gespeeld. Okay, cool. En daar kan van die weer Vriendenburg gespeeld ook in Wiskus. Wiskus wereld, ja. En ik heb die span toe gemaakt en ik denk ik heb 3 toetsen gespeeld, 3 toetsen. Maar als het in de Afrika beker gespeeld, zo was het meeste Afrika landen wat is nog gespeeld. Okay, als het in Zimbabwe gespeeld, wat ik heb eerste rangse ondervinding moet in die land gaan. De tweede wedstrijd was op Jellespark in Uganda. Ja, en die laatste beetje wat gespeeld was in Madagaskar, wat een prachtige land daar is. Cool, nou zeg maar, waar kom je coaching en waar is dat niet iets wat ze nou ouderdom? Wel, die coaching story aspect is maar niet, is maar een meestukje wat ik teruggeef van rugby. Ik wil ook maar niet, goed wat ik ervaar het en die ervaring die ik opgeteld heb over de jaren, wil ik maar niet deel met spelers. Dat is maar al zo, als je... ik wil nog een springbok coach of een wiep. Het gaat niet van mij waar. Van mij gaat het waar. Ik kan helpen iemand develop.
of een span develop, of een individu develop, en dat is een type persoon wat hij moet wees, of wat hij wil wees, wat hij beoog om te wees. Dat is mijn ding van die coaching enzovoort. So wat is beter, een coach of een speler? Oh, jene. Om eerlijk te wezen, speel. Ja, van als ik coach moet, ze zien hij wel van mij aan wat ze zeggen. Ja. Ik kan hij beter gaan doen of zo. Of ze was maar heel begin aan te kijken, was maar opdraaf. Zo is moeilijk om een coach te wezen, alles is speler. Ja, kijk, het is wel een groot aanpassing. Vooral mij, het is een groot aanpassing, maar zoals je tijd aangaan, je raakt gewoon aan. Om te niveau te staan. Ja, het is wel een beetje stressvol. Het is wel een beetje anders dan wat je gewoond is aan, maar het kom maar met de territory. Dino, wat was omtrent rugby die naweek? Ja, was het bedaal? Ja, was het bedaal geweest. Ik denk die naweek op bedaal was de grootste telling. Ik denk dat het een van de grootste telling was op bedaal geweest. Rangers en Violets. Want ja, ons het wel young people had gekeken, ons hoort niet heel tijd aan die veld langs. Als ons kijk, als staan Rangers achter die paal. Maar ik denk, hij was een van de grootste scores op het dal, 79. Ja, het was voor die seizoen nou, ja, is ja, die grootste jaar lang. Ja, en dan was het de Rubberstones in Allendale. Verrassend pickets, waar Rubberstones in Allendale gewinnen, 26-21. En als het Stennis wat in Pearl United gespeeld, dat Pearl United verloren in Stennis 43-19. En als het Gardens, wat in Vasemondium gewen het. Ons kies voor Gardens die rechte week, ne? Ne? Die winweek. Ja, het was een... Was jullie het weggespeeld, ne? Nee, was het niet op die dag. Oh ja, op die dag gespeeld. Ja, het was een rare game. Het was een bij rare game. Ik denk bestaan het ons 22-5 voor gelopen. Zo wat als hulle oos het hulle toegelaat weer terug in die game. Maar is maar net... Kan ik sê, die ons het net een klein beetje afgeskakeld, want was baie hard gewerk. Ek het baie hard gewerk met die eerste span die week met veral met hulle defense en wanneer om te attack en wanneer om seker goed aan te vang op die veld, maar so op die dag gebeur alles gebeur nie te hoe nie. Maar ek is bly vir 5 punte at least. Ja, so dit is daarom ja, ons is een bietjie opgeklim op die leer. Ja, so waar ook dis hier of my was jy op die league currently in? Currently lees nou die eerste span lê nou 6de. Okay. Okay, tweede span Leno, my span Leno tweede, nice. Na Rangers, en dan die derde span, denk ik, leek nog tweede of derde nou. Okay. So, daar is groei, daar is potentieel bij die club, ons moet maar net een klein beetje harder werk, maar is maar al. Dien Super League B, wie daar gespeeld? Oh, Super League B, het was Young People's geweest in Jaldeburg, wat was gekeken. Het was een aardig game geweest. Ja. Ik denk die game was in People's aardig geweest. First half het ek gedink hulle gaan wen. Ja. Die score was 17-14, die tweede try van Jaldeburg was actually die people's eie voet. Was het Sazan geweest en hij had die try gekom in die score. En hy was eerst halftime score geweest. En soet, maar hy was nog niks. Die lang op by die tweede helft erbij gekom en hy was... Ik ben People's in Jaldeburg, hier op Dal. Ik ben Biba, manager van People's. Hoe is die game zo weer? Die game is redelijk interessant. Kansen wat ons een beetje weggegooid in die eerste helft. Discipline wat ons even in die steek laat. Een paar geel kaarten afgestaan. En dit het op die einde van die dag het heel 10 oos. Dat ons 2-3 afgestaan het in die eerste helft. Wat was die first half score? Die halftime telling is 14-7 in die gunst van Jaldeburg. De tweede helft gaat nu begin. So ek open vertrouw dat die mannen net in die tweede helft gaat. Van een streek en die kader week en die game voor en toe vat. Voorspel met die game manier? Ja, dank. Dat Vineyard wordt verloren, 26, 43 in Hamlets. Mamre. Baie taf om aan te spelen, vooral bij mij. Mamre is aan de buitenkant van Atlantis. Ja, baie taf om aan te spelen. Ja. Baie taf. Als twee Hamlets, één in Boland en één moest in die... Ja, die één wat in Boland speelt is Mamre, zelf. En dan zijn die Hamlets nou wat in de VP speel. Oké,
Oké. Okay. Ik heb, was het laatste jaar, laatst vorig jaar, wat ik voor Some People daar. Die man van People ook gespeeld. Ja. Ook een sokken verzamelen. Laatst week het was twee gratis, zo, dat was het weer twee. Nee, kijk, voor mij was het eigenlijk niet meer, maar van, omdat ik groot, omdat ik groot geraakt heb, en als, kijk, eigenlijk was het Saro Federatie. Saro is groot geraakt, en mijn een aantie heeft getrouwd met die federatiekaptein, Pipi Liga kaptein, die tijd. En zo, ik was met hem samen gegaan, als ik een zaterdag Saru kijk, die niks zaterdag, weet ik, ik ga nu weer Pipi Liga kijken voor Peoples kijken of zo. En toen ik een kans kreeg voor Peoples eruit speel, toen gaat speel ik wel. En ik had awesome memories daar, bij elke club had ik voor gespeeld. Ik heb even bij Violet zo gespeeld. Ik denk dat Peoples was de score zijn jaar. En toen is Violet in als de club wat mij naad om te vragen, want ik heb wel een gospel in Sony. In een jaar, toen Violet derby, hij speelt in de Riverstones. Elke 5 jaar is ik gesteld. Elke 5 jaar speelde hij in de Riverstones. Die hele wedstrijd, wat hij nooit in derby. Nice. En ik was privileged om deel te geweest van hij span, want toen Violet die derby na 30 jaar. Wauw. Dat is dan pas die Lions Tour. Ja. Elke 4 jaar. Elke appel zoiets. Dat is heel veel mij nou als de Young Gardens familie uitkomt. En ze gaan spelen aan de twee teams. Wat zie die familie? Ik ben als aan het begin van mijn pa was het hartstikke. Zij weet zelf, ik was zelf de guy. Ja, maar ik nog eens op je veld. Ja, dat is het. Zij heeft de sokken gaan verkiezen in plaats van dat. Maar anyway, voor mijn pa was het een beetje zwaar in het begin, maar toen aan die idee gewoon geraakt en zo. En toen was er bij gestreden en zo. Voor alles people te verloren in die tijd. Ik heb je ook gezegd, ze moet bij mijn garden zijn. Maar voor mij is het gegaan. Ik wil mezelf gaan toetsen in een oor liggen. Wat ik kan me nog mensen kan nog zeggen, ik kan me nog breken of zo, maar ik heb met vliegende vaandels geslagen. En zo is het er maar aangegaan voor mij. Ja, oké, kwaai. Dino zei al, Perel, ik moest zelf spelen, hè? Perel, Jalen Deil was afgewezen. Ach, Perel, Jalbeert was afgewezen. Oké, ja, oké, cool. Die Blues ook. Blues, ja. Blues was Zo, Gath, ja, dus geest je altijd, wat is die Caricap scores, maar zeg dat zo maar. Nee, scores voor het lezen. Ik weet het niet. Ja, ik heb een beetje gekeken. WP Sharks game. Sharks was de oer. WP was de reerheid in die tijd. Hij was uitgemasseld. Dus hij was uitmasseld. Was een goede fysische game in Sharks geweest. Hij kan alles. Hij gaat een groot factor is in die ene ronde van die Currie Cup. Omdat hij na alle verloor laat. Na alle verloor, ja. Hij is er goed teruggekomen. Bullet Cheetahs. Het was ook man maar onkant betrap, want die Cheetahs was erg al het baie goeie rugby, open brand of rugby, soos die Cheetahs altijd speel. Hulle wat het weer getraai met hulle fysische kant, maar kon het nie recht gereed, want die Cheetahs was te oor hulle. My ou Innie Griek was, 37, Tini Pumas in 29, Griek was klein bietjie lakkie geweest met die win, want die Pumas ook toegelaat om terug te komen in die game. Maar ik denk hulle sal gelukkig is met die 5 punte wat hulle opgetel het. En net om stabiliteit op die punte leer te kry. Maar Griek was Griek was al die jare so goed gewees. Hulle ja, as maar net die wat hulle maak is hulle koop al die ouens of kontrakteer al die ouens wat die ander initiatief wil hê, nie soos Sampie wat se voel bietjie naam. Maar nie op Maastricht. Maar Stampie Maastricht. In wie daar gespeeld, wat Sarah gespeeld, het voor de Lions gespeeld. Ook al hij was ik niet, en Anthony Voormank. Voormank, ja. Maar hij heeft niet 3 gescoord of iets? Hij heeft 3 gescoord. Hij heeft 3 gescoord. En dan hebben we George, hij natuurlijk goede fly af. Maar zoals ik je zei, als allemaal ouders wat lukt. Zoals wat het was bij die WP. Hij was bij WP ook. Hij was bij de Pumas ook, denk ik, voor een tijdje. Zo, maar die ouders wat lukt op in ervaring in Caribbean enzovoort. En klein beetje super rugby. Maar kijk, ik ga het proberen, man. Als ik nog zaterdag geen springbokken van kijk. En ik hoor, en nou zat ik langs die zien, die man schreeuwt niet voor die bokken, nie, man. Ja, je weet maar wat hij is. Nou schreef voor Australië, en dan schreef voor Nieuw-Zeeland. Toen denk ik, nou, maar dit moet hij, ik kan misschien elke naweek raak, ik kan maar zo is. Nou, klaar, een keer die story uit. Nee, maar ik was... Toen zit weer die ref en toen zit weer... Aibo. Ik blameer nooit de ref. Maar een forward pass kan allemaal zien als een forward pass. In die way. Ja, dat is niet hoor. Dat gaat niet strijden hoor. Maar die ding is, wat ik support, span wat ik support, dat is een goede rugby speel. Oké. Wat wie is? New Zealand.
Okay, dat is al wat dat ik zo keer gemaakt heb. Zoals je zei, broer, was een sprongboek. Het zijn ze in de oplichting. Vraag om hoe kom? Omdat hij een goede rugby speelt. Goede rugby speelt, ja. Maar als kijk, Massim was met Rangers. Ik wil nog net zeggen, kijk zoals Rangers. Rangers heeft nooit zo bij je supporters gehad, zoals ze nou weten. Ja, kijk, die ding is, man, en ik is blij. Volgens mij, ik is blij dat ze dit doen. Want wat ze gemaakt hebben dit jaar is, vooral hun bestuur en die afrecht, ik denk dat het niet bij afrecht doen. Hulle het saamgesit en gesê, kijk jy luister, dis ons plan vir die jaar, hoe gaan we die league, wat moet ons doen om dit te doen, om die league te wen, vir wie moet ons kry, wat is ons stans op hoeveel spelers het ons, wat is spelers moet ons bijken, al die goed. Hulle doen goed, baie goed. En kijk, die ding by hulle, wat kwaai is by hulle is, hulle oefen vir hulle elke week voor, en hulle oefen drie keer week, dinsdag, woensdag. Oh wow, okay. Staan zo, alle oefenveld is constant vol, als lekker competitie ook op je oefenveld. Zo, niemand zijn plek is erg, en zo zit op je plek is hier erg waar goed. Je moet bloody hard werken om je plek te bouwen. En dat is wat die jongens doen. Kijk waar hulle eerste los gaat, eerste ding, hulle is 8 of 9 punten voor Blues. Als ik praat een correctie. Ja, maar kijk, hij heeft een point difference. Maar als je een streek, dan kan je die streek winnen. Maar dan is altijd de zijn bij die top 8. Als we top 8 kan zijn. Ik kan maar die streek of in het, maar die top 8 is heel totaal different. Ja, so the fixtures also for this week. 27th, I think. Yeah. Super League A, Paul versus Villages. Then Super League B, we have Vineyards and Kyles River and Franschhoek and St. George's. And in the Paul region is Young Standards and Gardens. Hij is een lekker game. Hij is een krik. Oké, hij is een interessante game. Violets in Stones. Look, Violets, step up naar Dinavik. Samandium in Allendale. En dan PL United in Blues. We'll also die venues confirm als we het krijgen. Van het Chains. Het gezien, het gaat allemaal op die Dalbies, maar lijkt mij Chains nog altijd. Het Stenen zit op Stenen zit op Parijs wel. Parijs, ja, alleen Parijs. Ja, was één met wedstrijd daar. Ja, dan alleen gespeeld, ja. Oké. Ja, zo jullie speel Stenen in Afrika? Ja, die oude enemy. Ze zullen al zien. Wat was je de eerste ronde? Wat was? Maar let ons op in de eerste ronde. Dien jy nog iets anders van jou kant af? Nee, ek wil net sterkte wat die man toewens vir Sarah gegeen, ek weet ek het daar een wees. As hy weer mooi is, dan sal ek definitief hy game gaan kyk. Van die ding, hy is een vir die naweek, hy is een feature game vir die naweek, Stenens & Gardens. Ja, Garth, dankie vir jou tyd, waar wil julle einde van die season? Wel, soos ek gesê het, ons het nie een goeie staat gehad vir die seisoen nou nie, so in die top 3, top 4, sal ons baie happy is. Yeah guys, so those are the fixtures of Paul, Villages, Vineyard, Scales River, Franschhoek, St. George's, and then the Paul region, Standards Gardens, which seems to be a cracker, Violet Stones, Samandium, Allendale, Imperial United, and Blues. Yeah, like I say every weekend, support the local rugby. These guys, it's the passion, or they practice every week to get there. So yeah, go down to the Josafat Stadium and moet zeggen lekker vibe. Guys, so we'll support the guys local rugby and then we'll see each other next week, same time, same place. Goodbye.